Hey, top van de morgen internet. Mijn naam is Phoenix Star en tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Mario Galaxy 2. En wat een mooie manier om een aflevering te beginnen dan met een heel erg vervelend rot verhaal. Want ik heb namelijk niet echt... Ik wilde deze video eigenlijk heel erg lekker positief openen. Het gaat niet echt. Want ik zal je even uitleggen waarom. Ik heb hiervoor namelijk al een hele aflevering opgenomen. Helemaal geen enkel probleem. Ik dacht van... Yo, ik ga heel even een hele aflevering opnemen. Ik had iets van 3 Power Stars verzameld in die aflevering. Hij was best wel behoorlijk lang. Iets van 20 minuten. Ik had de Flipswap Galaxy en Spindig Galaxy had ik al helemaal uitgespeeld in die aflevering. Ik was ontzettend enthousiast. Ik had heel veel zin om die video op te nemen. Om die video te editen. En wat denk je, die hele video is helemaal corrupt geraakt. Oftewel, ik kon de video niet laden op mijn editingprogramma Movie Studio Platinum. Ik kon hem niet eens afspelen. Dus oftewel, die footage is onbruikbaar. Dus oftewel, deze aflevering die moet ik nog eventjes een tweede keer gaan opnemen. Het is super vervelend dat het gebeurd is. Want ik had heel erg veel zin om die video daadwerkelijk op te nemen. Ik kon er een hele vette aflevering... Het was een hele vette aflevering geworden. En ik baal er gewoon van dat het niet... Dat je die nooit zou zien op het kanaal. Maar goed, we kunnen in ieder geval wel gewoon even lekker aan de slag gaan met deze fantastische Galaxy. Voor een tweede keer. Tenminste, ik moet het allemaal even een tweede keer spelen. Voor jullie is het natuurlijk de eerste keer dat jullie dit op mijn kanaal zien. Dus dat is oké, I guess. Maar ja, ik baal er in ieder geval wel heel erg van dat het gebeurd is. Oh shit, dat was niet mijn bedoeling. Maar goed, laten we gewoon doen alsof het nooit gebeurd is. En laten we gewoon deze aflevering gewoon lekker maken zoals het bedoeld is. De Flipswap Galaxy is een heel erg simpele galaxy zoals je ziet. Het is ook niet de meest lange galaxy die er is. Het is een heel erg korte galaxy. De bedoeling is gewoon vrij simpel. Deze Flipswap... panelen die draaien als jij draait. En dat is letterlijk de hele mechanic. Dat is het hele level. Het is gewoon de bedoeling dat je het level haalt door deze panelen te laten draaien. Meer dan dat is het niet. En het is ook gewoon een heel erg klein beetje platforming. Het is eigenlijk gewoon een best wel heel erg makkelijk level als dat je erover nadenkt. Niet heel erg bijzonder, helemaal niet interessant of zo. Het is op zich best wel een leuke mechanic dat als je zeg maar zwaait met je Wiimote dat alles dan vervolgens met zich meedraait. Oh mijn hemel, waarom draai ik daar? Oh, die jump had ik zo makkelijk kunnen halen. Ik baal hiervan, ik baal hier gewoon serieus van. Want nu moet ik de hele stuk weer even opnieuw gaan doen. Hartstikke chill, hartstikke chill. Dus ja, dat is gewoon de hele galaxy. Zo ziet het gewoon niet heel erg bijzonder. Is op zich wel een leuke mechanic, I guess. Maar het is gewoon... Als dat ze het hadden gekoppeld aan een wat langere, leukere galaxy... Dan had ik hier best wel heel erg veel plezier aan gehad. De eerste keer dat ik deze galaxy speelde was ik er veel enthousiaster over als dat ik er nu over ben, though. Maar ja, dat was ook de eerste keer dat ik deze game speelde. Dus dat is ook niet zo heel erg gek. Vind ik zelf dan. Voor de rest hebben we ook nog zometeen de Spindig Galaxy. En dat is ook weer een hele leuke galaxy met een heel erg leuk idee. Dat is namelijk dat je met een drillboor door het level heen moet. Zeg maar. En dan moet je ondergronds gaan. Om vervolgens aan de andere kant van de planeet terecht te komen. Dat is op zich best wel een leuk idee. Maar wederom, de uitwerking is een beetje heel erg meh. Wereld 1 is gewoon een beetje een experimentele wereld, heb ik het idee. Het is gewoon een beetje van, we gooien allemaal leuke, interessante ideeën bij elkaar. En daar maken we dan vervolgens een galaxy van. Het is niet echt heel erg spectaculair. Dat wou ik er eigenlijk gewoon mee zeggen. Over Spindig Galaxy gesproken, het is tijd dat we er even inspringen. Want anders dan komt het er nooit van. In tegenstelling tot Flipswap Galaxy, though, heeft deze er wel 2 Power Stars. Flipswap Galaxy is een bonus galaxy van een Hungry Luma. Dus echt heel erg veel verbaast me niet dat je daar maar 1 Power Star hebt. Maar dit is weer gewoon even een leuk bonus leveltje. Gewoon even leuk tussendoor. Even een beetje relaxen. Ik heb dat ook wel heel...